100 kandidaat ijsberen kwamen gisteren afgezakt naar de kantine van voetbalclub Halle. Bedoeling van de sprong in het ijskoude water was zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de slachtoffers op de Filipijnen. Wij hebben een actie opgezet die is genaamd of gedoopt 100 in het kwadraat. Dus wat hebben we gedaan deze week? Gedurende één week 100 mensen proberen te motiveren om in de duiktank te gaan met koud water. En aan de andere kant ook 100 mensen gevonden die dat willen steunen aan 1 euro per zwemmer. Dus als dat alle twee lukt en ik denk dat ik nummer 100 heb zien passeren, dan halen we straks 100 in het kwadraat binnen voor het noodgebied. Ook Soersers burgemeester Lisbeth Verstreken sprong samen met haar dochter het ijskoude water in. Een leuk initiatief van onze dorpsgenoten. Die heeft veel van die initiatieven. Ik doe er altijd aan mee. Het zet de mensen aan om buiten te komen en hun hart open te stellen. Dus doen we er aan mee. Achteraf was elke polster blij met zijn of haar bijdrage voor het goede doel. Dat is echt wel plezant, want er zijn hier zoveel mensen en zoveel sfeer. En dan krijg je zoiets. Dat is echt wel tof. Het is wel koud, maar het is natuurlijk wel goed dat je zoiets doet, omdat er andere mensen zijn die daar wel baat bij hebben. De meesten kozen echter voor de warmte van de vuurkorven, de jenever en de sfeer. De ganse actie van gisteren bracht zo'n 12.000 euro op.